Een witte kerst zit er dit jaar helaas niet in. Maar welk weer krijgen we wel dit kerstweekend? Het hele kerstweekend verloopt zacht met maxima van 9 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. En in de nachten dan is het minimaal 5 tot 8 graden. Heel zacht dus en zacht weer in de winter gaat vaak gepaard met veel bewolking, regen en wind. Maar dit keer zijn er tijdens het kerstweekend ook veel droge perioden. Zaterdag dan hebben we te maken met een wisselend weerbeeld. We zien veel bewolking en vooral in het oosten van het land kan af en toe wat regen vallen. In het westen daar is de kans op zon het grootst, maar daar staat ook een stevige zuidwestenwind. Zondag, eerste kerstdag, dan is het prima weer om binnen te zijn met familie of vrienden. Een regenzone trekt van zuid naar noord over het land heen en vooral in de middag en in de avond dan lijkt het echt nat te worden. Wil jij nog even op uittrekken? Ga dan 's ochtends naar buiten, want dan is het op veel plaatsen nog droog. Tweede kerstdag dan krijgen we een heel ander weertype. We hebben dan te maken met buien vanaf de Noordzee en tussendoor zijn er zonnige momenten. In de avond dan is het helder en koelt het flink af richting het vriespunt. Ik wens jou een hele mooie kerst.